We gaan vanavond wat dieper in op de thematiek van de tentoonstelling Unwired. De tentoonstelling van Jacqueline Hassink. En daarmee confronteert ze ons met het thema van de connectiviteit. Hoe wij omgaan met de continue aanwezigheid van sociale media, van zendmasten en dergelijke. Hassink toont in deze expositie, nu in het Nederlands Fotomuseum, twee projecten. Waarbij ze in Unwired Landscapes inderdaad ingaat op white spots. Plekken op de aarde waar geen mobiel bereik is. Het internet niet beschikbaar. U heeft het wellicht gezien. En dat internet is niet beschikbaar omdat het niet is aangelegd of omdat het bewust onbereikbaar is gemaakt. Het andere project in de tentoonstelling is iPortrait. En het toont portretten van forensen en anderen in de metro's van 7 wereldsteden. Terwijl ze met hun mobiele telefoon bezig zijn. Jacqueline Hassink is, zoals u weet, denk ik, een Nederlandse kunstenaar die vooral gebruik maakt van fotografie. Is doorgebroken destijds na haar project The Table of Power. Haar werk is onderdeel van gerenommeerde collecties over de hele wereld en is wereldwijd tentoongesteld. Hassink werkte voor dit project nauw samen met twee van onze gasten van vanavond. Bretje van der Haak, documentairemaker. En Richard Vijgen, ontwikkelaar van de app White Spots. Over beide projecten en de samenwerking horen we zo dadelijk veel meer. Ook mogen we vanavond de SKVR-dansmakers verwelkomen die hun eigen interpretatie gaan geven van het thema Unwired. In een prachtige, hele bijzondere dans. Ik heb al een voorproefje mogen zien, heel bijzonder. We krijgen college. U gaat even terug naar de schoolbanken vanavond. We krijgen college over de gevolgen van straling van Laurens Hondema. En we spreken met psycholoog Bjarne Timonen en met een ex-verslaafde, Johan van Houten, over verslaving aan social media en de mobiele telefoon. Helaas is Jacqueline zelf niet aanwezig vanavond, maar we gaan haar wel horen. Door de hele avond zijn er fragmenten met beeld waarbij ze zelf haar werk duidt en uitlegt. Dank u wel. Op ons derde bezoek aan Yakushima in de herfst van 2016 liepen we urenlang door het bos. En op een gegeven moment kwamen we een hert tegen. En dat hert dat stond stil en dat keek ons aan. En in één keer zag ik aan de rechterkant een hele rare rots in het bos. En ik zei, Noriko, we moeten hier wachten. Oh ja, dit is het moment. En toen ben ik daar naartoe gelopen. En die rots, die had wortels die er... De bomen, zeg maar, stonden op de rots. En die wortels waren helemaal soort omgeven daardoor. Alsof het een hart was. Het was echt een enorm sterke belevenis. En ook het gevoel van het oerbos. Dat dit zeg maar, er al heel, heel erg lang heeft gestaan. Welkom, Bretje en Richard. Bretje, ik wil graag met jou beginnen. Je bent documentairemaker voor VPRO's Tegenlicht. Je hebt al heel veel producties op je naam staan, maar je hebt nu een documentaire gemaakt over het thema Unwired. Hoe kwam je erbij om je op dat specifieke onderwerp te richten? Eigenlijk gaat de documentaire heet Ubiquity. En dat betekent alom aanwezig. En hij gaat niet zozeer over Unwired, maar hij gaat eigenlijk meer over het feit dat de wereld in best korte tijd bedekt wordt met digitale netwerken. En dat de ambitie ook steeds vaker openlijk geformuleerd wordt met een einddatum erbij. Dat de hele planeet, iedereen overal altijd met het internet verbonden moet kunnen zijn. En ik vind dat een fascinerend gegeven. Ook een beetje beangstigend. Vooral omdat de krachten die dat doen eigenlijk niet in gesprek met ons willen gaan. Dus bijvoorbeeld Facebook. Er zijn eigenlijk geen politieke plannen waar je over kan stemmen of debatten daarover. Dat gebeurt. Ik vond het interessant om dat te bekijken vanuit het perspectief van mensen die netwerken, die zo onzichtbaar zijn en over ons heen komen, wel
zeggen te kunnen voelen. En dat zijn de mensen die daar allergisch voor zijn. En dat, die film die komt in juni in de bioscoop. Die staat los van tegenlicht. Maar die komt eigenlijk voort uit een samenwerking met Jacqueline en met Richard rond het project White Spots. En die ging wel heel direct over de vraag van, waar zijn nou die plekken waar het nog niet is? Ja. Kunnen we die in kaart brengen? En wie wonen daar en waarom? En wat voor redenen kun je zo al hebben om van het internet los te zijn? En die hele discussie, hè, over verbonden zijn en de zendmasten en zo. Daar speelt nu ook een heel groot verhaal over privacy mee. Hè, dat iedereen met ons meekijkt, dat je nooit meer weet, hè, wanneer mensen meekijken, wat ze met die informatie doen. Dat lijkt een beetje een negatieve discussie te zijn. Hè. Het is een beetje een probleem aan het worden. Mm-hmm. Terwijl connectiviteit ook gewoon heel positief kan zijn. Hoe zit jij daarin? Ben jij meer een optimist of ben jij meer een pessimist? Ik? Ja? Ik ben een politicoloog en ik ben heel geïnteresseerd in de belangen die daarachter zitten. En ik denk, als consument zijn er natuurlijk heel veel voordelen aan allerlei apps. En dan moet je er niet aan denken om niet meer gebruik te kunnen maken van allerlei technologische diensten. Aan de andere kant, als burger zie ik ook wel nadelen. Als ouder zie ik ook nadelen. Ik merk ook dat ik soms makkelijker vindt om me te concentreren of een heel boek te lezen als ik ergens ben waar ik mijn telefoon niet bij me heb. Of zo. Ja, ik ben niet een voor- of tegenpersoon of zo. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat iets wat overal altijd voor iedereen wordt uitgerold, in ieder geval op zijn merites beoordeeld en besproken kan worden. Dus daar ben ik eigenlijk meer mee bezig. En de mensen die je ontmoet hebt voor je nieuwe documentaire, die hebben echt last van die. Ja, nou, dit is Asaka bijvoorbeeld. Ik ben haar tegengekomen in Amerika tijdens de research. In Amerika is in West Virginia één plek waar geen straling is, nul. En dat is om wetenschappelijke redenen. Daar staan telescopen die doen onderzoek naar het heelal. En die kunnen alleen functioneren als er geen straling is die interfereert met de straling die die telescopen proberen op te vangen uit het heelal. Want straling is ook heel natuurlijk. Er is ook heel veel straling in het heelal. En die telescopen die daar staan, die worden door onderzoekers gebruikt om heel ver in het heelal dingen te kunnen zien. En als je daar een mobiele telefoon zou zetten of een router, dan wordt dat verstoord. Maar die plek, die dus heel bijzonder is en steeds bijzonderder aan het worden is, die wordt nu ook gebruikt door heel veel mensen die allergisch zijn voor de straling. Die trekken daar naartoe om daar te wonen. Dus daar wonen nu ongeveer 100 mensen die zich daar beter voelen dan op plekken waar wel straling is. En toen heb ik haar ontmoet. Zij kwam als een soort engel. Ik dacht, hé, wat is dit nou? Want al die mensen waren heel Amerikaans en ik dacht, voor die film, ik weet het niet. Ik zocht een hoofdpersoon. En zij verscheen daar. En heel enthousiaste, leuke, jonge vrouw. En zij was dus daar aan het onderzoeken of ze misschien daar naartoe zou gaan verhuizen. Omdat ze in Tokio helemaal gek wordt van de straling. Maar zij komt uit Japan. Ja, zelf, ze woont in Tokio. Dus toen heb ik daar contact met haar gelegd. Hebben we een paar dagen in Green Bank, heet dat plaatsje, in West Virginia doorgebracht. En toen heb ik haar in oktober in Tokio opgezocht. En gezien hoe zij daar leeft in die hyperverbonden stad die Tokio natuurlijk is. Waar eigenlijk geen plek meer is zonder straling. En waar zij vooral last van heeft ook is de smart meters, de slimme meters voor elektriciteit en gas die overal geplaatst worden. Ze kan het ook heel specifiek duiden van dat apparaat heb ik last. Zij weet dat toen dat in de buurt bij hun is uitgerold. Ze woont in een vrij welgestelde buurt in Tokio. En zij heeft toen op het moment dat dat zijn een soort routers, een soort mega-routers die hangen in de straat. En bij iedereen thuis hangen de slimme meters. En een paar keer per dag sturen al die slimme meters data naar die routers op straat. Die verzamelen dat, die sturen dat door naar de elektriciteitsbedrijven. En zij heeft last gekregen sinds de installatie van dat geheel in en de buurt. En was dat ook een fysieke reactie die zij kreeg? Ja. Ja. Dus het is niet alleen een psychische. Ze kreeg een fysieke reactie op die straling. Ja, al die mensen hebben fysieke reacties. Maar waardoor die fysieke symptomen precies worden veroorzaakt, dat kan ik niet beoordelen. Ze hebben natuurlijk altijd te maken met het feit dat heel veel mensen
zeggen van ja, doe even normaal. Daar komt het niet door. Het is psychisch. En nou ja, goed. De Wereldgezondheidsorganisatie doet om de paar jaar een studie waarin ze proberen om alle wetenschappelijke informatie op dit gebied naast elkaar te leggen en een soort oordeel te vellen. En daar komt eigenlijk altijd uit dat er meer onderzoek nodig is, omdat ze niet precies kunnen zeggen, ook omdat het nog allemaal heel erg nieuw is. Dus ja, de effecten van langdurige blootstelling aan 4G of aan slimme meters, of dat is eigenlijk onmogelijk te onderzoeken. Dus ja, ik heb eigenlijk ervoor gekozen in de film om niet in te gaan op die discussie, maar om meer te kijken vanuit het perspectief van iemand in Zweden, iemand in Japan, iemand in Amerika, iemand in Weesp. Ja, die allemaal dat ervaren, fysiek ervaren dat die netwerken niet goed voor ze zijn. En gewoon met hun, ik heb geprobeerd, dat is het mooie van film. Daarom is het ook geen journalistieke productie. Ja. Het is meer echt een filmische ervaring waarin ik naast hun ga staan en probeer te kijken wat zij beleven en wat zij voelen. En daardoor hoop ik dat je die netwerken die wij niet kunnen zien toch een beetje meer concreet kunt maken, zodat je misschien ze ook kunt gaan bespreken. Ja, ja. In je vorige documentaire, die zeg maar veel meer over de white spots ging, ja. Heb je het op een gegeven moment, zit een fragment dat in dat heel Sri Lanka wordt door Facebook, geloof ik, of door Google. Door Google wordt via ballonnen, is een experiment, om heel Sri Lanka in één keer te connecten met het internet. Ja. Nou, best wel een bizar verhaal, zeker als je denkt dat het met ballonnen gaat. Mm-hmm. Is daar ook een soort angst binnen de bevolking van, hey, nee, nu ineens zijn al die stralen, daar kan je daar een soort van link leggen met wat je nu bij deze mensen ziet? De bevolking wordt daar niet over geraadpleegd, uiteraard. Wat er gebeurt is dat eigenlijk politici in ontwikkelingslanden heel geïnteresseerd zijn om samen te werken met bedrijven, technologiebedrijven die een moderne dienst kunnen leveren zonder dat ze daar zelf in te hoeven investeren. Ja. Dus ze kunnen dan dat dus bieden aan hun bevolking. Het kost geen geld. Wat ervoor betaald wordt, dat weten we nu sinds kort weer iets beter. Meer mensen zijn zich daar nu van bewust. Het zijn natuurlijk onze data. Hè, en hun data, de data van alle Sri Lankezen. Maar goed, dat wordt er niet bij gezegd. Dus Google had gewoon het plan ook om alles en iedereen te verbinden. Er is een soort race. Verschillende bedrijven zijn daarmee bezig. Op verschillende manieren. Facebook probeert met de telefoonmaatschappijen te werken. Google probeert het via de ballonnen. En ze wilden Sri Lanka als testland nemen. Ze hadden daar een regering gevonden die dat heel interessant vond om hun land dat te kunnen bieden, zonder dat ze daar een cent voor uit hoefden te geven. Dus hebben ze die ballonnen daar opgelaten. En het is jammerlijk mislukt. Want vaak is ook de technologie iets achter bij de retoriek. Ja. Maar ze zullen vast later wel weer een manier vinden om het wel te doen. Maar vooralsnog zijn die ballonnen geklapt en naar beneden gekomen. Dus voorlopig nog. Ja. Is Sri Lanka nog gewoon een white spot? Ja, en die data zijn ook nog niet geoogst. En die white spot in Virginia, waar die satellieten of die telescopen staan, dat blijft voorlopig ook nog gewoon echt een white spot. En die community van mensen die daar woont, die groeit? Of Het groeit heel snel. Het groeit heel hard. Dat onderzoeksinstituut staat onder druk. Omdat de funding voor dat soort meer fundamenteel onderzoek is door Trump heel erg gekort. Maar daar is daar nog steeds veel minder straling. Maar er zijn nu ook, de directeur van het instituut zei, het wordt heel moeilijk om het weg te houden. Omdat in iedere autoband zit een klein transmittertje tegenwoordig. En heel veel apparaten die je koopt, de ijskast heeft ook zendertjes. En al die apparaten die ook nu geproduceerd worden, vooruitlopend op de uitrol van het Internet of Things, met de laagfrequente straling. Ja, die apparaten die staan al te zenden, ook al is er niks of niemand die het opvangt. Dus zij rijden rond met een scanautootje om die straling ook te meten. Dus zij zien als er hier ergens iemand een printer, dan zegt hij, oh, dat is een printer. En dan gaan ze naar binnen, bellen ze aan, zeggen ze, ja, meneer, kan niet, hè? U bent in de
radio, de Radio Quiet Zone, de Radio Stille Zone. U moet hem uitzetten. U mag die printer hier niet hebben. Maar ja, op een gegeven moment wordt dat natuurlijk wel steeds moeilijker als alle apparaten staan te zenden de hele dag. En weet je van meerdere plekken waar dergelijke communities worden opgebouwd? Of is dit? Nee, er is wel in Arizona is ook een soort van plek waar ook mensen naartoe komen met chemical sensitivity. Dus dat is wat breder. Daar is ook geen ontvangst en geen bereik. Maar dat is meer echt in de woestijn, zeg maar. En verder zijn er heel veel plekken, dat zie je ook aan Richard's kaart, waar niks is. Maar daar wonen ook geen mensen, daar wil je ook niet wonen. En dit is ook al een beetje op de rand, moet ik zeggen. Ik was heel blij dat ik weer weg kon uit Greenbank na een paar dagen. Want je bent wel echt afgesloten. Ja. Heb je zelf, misschien een rare vraag, maar heb je zelf gemerkt dat je anders reageert, fysiek of psychologisch, als je in zo'n stralingsvrije zone opereert? Nou ja, ik heb een vakantiehuisje in Noord-Holland waar geen bereik was toen ik het kocht. En ik weet natuurlijk niet waar dat door komt, maar ik slaap daar altijd veel beter. Er was geen bereik. Ja, ik weet niet of dat met elkaar te maken heeft. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat je fysiek afstand neemt van je werk. En, maar daar in West Virginia, in Virginia bij die gemeenschap, daar merk, daar was je natuurlijk gewoon met je werk bezig. Ja. Als je daar dan wegging, dacht je van... Ja, het voelt heel anders. Het voelt heel erg anders. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat je weet dat je geen contact kan maken. Dus je bent op een andere manier gefocust in de plek waar je bent. Je leeft heel anders ergens. Het is ook een plek die eruit ziet alsof je nog in de jaren 50 zit. Alles wordt erdoor geraakt eigenlijk. Als je echt een pluk bent, als een heel dorp een pluk is, ja, dat heeft gigantische consequenties. Ja. Iedereen kijkt elkaar ook anders aan. Mensen staan niet op hun telefoon te kijken, want die hebben ze niet. Dus het is een heel andere ervaring. Dat is absoluut zo. En dan merk je eigenlijk je telefoon achterlaten voordat je in het dorp binnenkomt? Of hoe... Nou, er staat een bord dat je de Radio Quiet Zone binnengaat en dat je hem uit moet zetten. Okay. En als dus die scanauto voorbij komt en je bent het vergeten. Ja, hij maakt dus alsmaar, probeert hij contact te maken met netwerken, maar die zijn er niet. Dus hij staat eigenlijk dan juist heel hard te stralen. Maar dat mag niet, dus je moet hem wel uitzetten. Okay. Ja. Richard, jij hebt een app gemaakt, de White Spots app. En daarbij hoort een wereldkaart waarbij je laat zien waar die white spots zijn over de hele wereld. Mm-hmm. Je had een presentatie meegenomen. Zullen we daar eerst even naar kijken? Ja, is goed. Toen wij begonnen met het project, hebben we dat gesprek gehad van naar aanleiding ook van die ballonnen, dat Google overal internet ging brengen en wat dat dan betekende voor die plekken. Dus we hadden die discussie en we kwamen op die tegenstelling tussen het feit dat we zelf wonen op een plek die heel dicht verbonden is en dat er dus volgens die bedrijven ook grote gebieden op de wereld zijn waar helemaal geen internet is. Brecht, je zei het net al, die alomtegenwoordigheid is iets wat je wel weet, maar wat je niet kunt zien. Dus het maakt het ook heel moeilijk voorstelbaar en daardoor ook moeilijk om je ertoe te verhouden. Dus eigenlijk het doel van die app, van het project, was om te kijken van kun je nou manieren vinden om dat zichtbaar of ervaarbaar te maken. En de eerste stap die we gemaakt hebben toen is een soort visualisatie van de netwerken om ons heen. En dat zie je in dit beeld, als het goed is. Klik. Klik. Ja, nee. Nee? Niet te ver. Oh. Klik. Ja. Dus wat je hier ziet, misschien kan die ietsje zachter, is het beeld wat je hebt bij mij op kantoor. Als ik om me heen kijk, dan zie je die witte strepen op het scherm. Dat zijn alle zendmasten die in een straal van 20, 30, 40, 50 meter om die plek heen staan. En dat geeft, dit is niet een soort realistische visualisatie van straling, maar het is een soort schematische weergave van de dichtheid van dat netwerk. Dus het geeft je een indruk van hoeveel van die masten er zijn, waar ze zijn ten opzichte van jou
en hoe dicht dat netwerk is. En als je dit, bij wijze van spreken, op de Waddeneilanden zou openen, die app, dan zou je een heel ander beeld krijgen dan wanneer je dat opent in het centrum van Rotterdam, van Amsterdam. Is de situatie vergelijkbaar met deze situatie, ja. Kan ik me voorstellen. Ja, nou, dit is in Arnhem bij mij, dus dat is nog iets minder dicht waarschijnlijk dan in Rotterdam. Naarmate steden dichter genetwerkt zijn, staan die masten dichter op elkaar. Dus dit was een soort eerste soort toepassing die ik had gemaakt als visualisatie om te kijken van, wat is dat dan? Die dicht genetwerkte omgeving waar wij in zitten. En de vervolgvraag is natuurlijk van, is er een plek waar je met deze app naartoe zou kunnen gaan, die wanneer je hem aanzet gewoon een zwart scherm zou tonen? Met andere woorden, waar dus geen masten zijn. En die vraag bleek eigenlijk nog best wel lastig te beantwoorden, omdat we daar moeilijk informatie over konden vinden. Bestaande informatie over waar nou precies die white spots zijn. Omdat het grappige is, die term die hadden wij trouwens op een gegeven moment bedacht als... Dat is jullie term. Ja, als een soort witte vlek op de kaart. Zeg maar, daar komt die term vandaan. En dus aan de ene kant heb je die initiatieven van Google die een ballon op wil hangen. En die zeggen van, dat willen we doen omdat een derde van de mensheid heeft nog geen internet. En Facebook die wil iets doen met vliegtuigen. En die zeggen, wij willen dat doen want de helft van de wereldbevolking heeft nog geen internet. Dus daar zit al best wel een soort marge in. Ze zijn het niet helemaal eens. Nog. Nee, dus wij dachten van, nou, dat is wel interessant. Van, als dat zo is, waar zijn die gebieden dan? Wie zijn die mensen dan? En dat bleek lastig. En Google en Facebook wilden daar verder ook niet echt iets concreets over zeggen. Dus zijn we gaan kijken, van, kunnen we dan zelf een kaart maken op basis van bestaande informatie die dat laat zien. En wat we hebben gedaan is eigenlijk een combinatie van coverage data, wordt dat genoemd. Dus als je kijkt op de website van je mobiele telefoonaanbieder, van KPN of Tele2, dan staat er vaak een kaartje op de website van waar ze dekking hebben. En in Nederland is dat eigenlijk nagenoeg overal. Ja. En deze kaart die heb ik gemaakt aan de hand van ongeveer 3000 van die aanbieders wereldwijd. Daar de soort van coverage footprints, dus de kaartjes die ze daarvan hebben, gecombineerd bovenop elkaar gelegd. En dit zijn eigenlijk alle operators die aangesloten zijn bij het wereldwijde consortium. En wat zien we consortium. Dan hier? Alles wat 3G is? Of gewoon nee, je een ziet een combinatie van GPRS, dus 2G, 3G, 4G. Okay. Waarbij maar sowieso internet. Dus niet gewoon waarmee telefoon. Je kunt internetten. Ja. Ja, nou is het zo dat alle telefoongesprekken tegenwoordig ook over een van die drie kanalen gaan. Dus wat je hier ziet in het zwart, dat zijn de gebieden die dekking hebben. En in het wit de gebieden die geen dekking hebben. Dan zie je dat op zich de uitkomst van zo'n onderzoek is op zichzelf al interessant. En je ziet shocking beeld eigenlijk. Waarbij het zuidelijke halfrond nadrukkelijk minder dicht genetwerkt is dan het noordelijke halfrond. En dan kun je allerlei politieke, economische redenen voor bedenken waarom dat zo zou zijn. En je hebt die app een jaar of drie geleden en die kaart een jaar of drie geleden gemaakt. Is dat nog, wordt dat nog geüpdate? Nou ja, daar zijn we wel. Ik ben daar wel mee begonnen op een gegeven moment. Alleen het interessante was dat de nieuwe dataset, dus die data die wordt zeg maar één keer per jaar wordt die geüpdate. En de nieuwe dataset bleek eigenlijk voor 99,9% binnen de oude dataset te liggen. Dus wat je ziet is dat er wordt heel veel nieuwe infrastructuur toegevoegd. Mm-hmm. Maar dat gebeurt eigenlijk vooral als een verdichting van de bestaande gebieden. Dus je ziet veel minder een soort uitbreiding dan dat je ziet dat de gebieden, en dat is ook wel begrijpelijk. Zeg maar, laten we zeggen Afrika en de binnenlanden van Mongolië en China, dat blijft gewoon wit. Nou ja, je merkt dat er ligt natuurlijk een economisch model ten grondslag aan zo'n zendmast. Dus het is kostbaar om een leiding te trekken, mast te maken. En als daar niet genoeg mensen in een straal van 10 kilometer wonen die dat terugverdienen, dan komt die mast er niet. En als je kijkt naar, dat speelt dus inderdaad in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Je ziet dat die wetmatigheid van hoe verder je van de bewoonde wereld vandaan zit en hoe minder mensen er wonen. De bewoonde wereld. Überhaupt. Nee, ook als je, dit is een voorbeeld van Japan, maar ik vind dit altijd een mooi beeld in Soedan. En dan zie je dat zolang je binnen de soort van gebaande paden blijft, de wegen en waterwegen volgt,
ben je altijd verbonden. En kun je de indruk hebben dat het land helemaal verbonden is. Alleen als je daar net buiten komt en je ziet hier die cirkelvormige soort van bereikspatronen van die masten, dan is het een ander verhaal. Dus daar liggen ook wel dorpjes in die witte gebieden. Maar daar wonen dan net niet genoeg mensen om zo'n mast rendabel te maken. Dus die kaarten die hebben we gebruikt. En we hebben die wel eens de vergelijking gemaakt met een soort terra incognita. Dus het idee dat eigenlijk, zoals je in de 16e, 17e eeuw die zeevaarderskaarten had, waarvan er gebieden waren waarvan men nog niet precies wist wat er was, maar wel dat er iets was. Die analogie die hebben we een beetje gebruikt. Daar komt die naam Whitespots ook vandaan. Om dus te kijken naar die gebieden. En je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk de soort ongekende gebieden zijn van deze tijd. In de zin van dat ze geen data produceren. En dat je de mensen die daar woont niet kunt googlen. Dus in die zin zijn het een soort witte vlekken, maar misschien ook blinde vlekken in je wereldbeeld. Wij kunnen hen niet googlen en zij kunnen hun eigen informatie ook niet delen. Dus nee, het werkt precies. Echt en op het moment dat je het hebt over een wereldbeeld, wij zijn vaak geneigd om te denken dat het internet een wereldwijd netwerk is, omdat dat zo voelt hier. Maar ik denk op het moment dat je naar die kaart kijkt, dat je ziet dat dat niet klopt. En dat er allerlei grenzen zijn. Dat er hele kleine grensgebiedjes zijn in Nederland van een paar honderd meter, waar je eventjes eruit kan. Maar dat er ook hele grote grenslijnen zijn. En dat misschien eigenlijk wel hele belangrijke grenslijnen zijn, die we niet zo goed kennen. En dat was voor mij eigenlijk een van de interessantste aspecten van dit onderzoek. En in dit laatste beeld wat ik wilde laten zien, zie je hoe we die kaart eigenlijk ook gebruikt hebben om te kijken van welke gebieden zijn dat nou en hoe zou je aan de hand van zo'n kaart op zoek kunnen gaan naar verhalen die op verschillende... En dat is ook waar jullie als team met z'n drieën weer hebben samengewerkt. Ja. Want hoe is die samenwerking tot stand gekomen tussen jullie twee en Jacqueline rondom die white spots en dat hele idee van om daar op zoek te gaan, Brechtje? Nou, het begon eigenlijk met, ik ben bevriend met Jacqueline en al heel lang eigenlijk. En we delen heel veel over het werk. En zij was in Yakushima geweest, waar ze net die boom ook van liet zien, die op een hart lijkt. En ze had daar de ervaring gehad dat ze zonder bereik was. Ze was haar assistent kwijtgeraakt en die kon ze niet meer bereiken met de mobiele telefoon, omdat er geen netwerk was. Dus ze had elkaar een dag lang lopen zoeken, maar tegelijkertijd had ze de kwaliteit ervaren van die plek en van het feit dat ze eigenlijk even niks anders kon dan daar maar gewoon te zijn. En toen ik haar zag, toen ze terugkwam, toen zei ze van ja, ik wil eigenlijk heel graag meer van dat soort plekken fotograferen. Maar ja, waar zijn die plekken? Hoe kom je daarachter? En ik had al eerder met Richard gewerkt. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, als iemand erachter kan komen, dan is hij het wel. Dus toen hebben we een gesprek gehad over dat onderwerp. Op het initiatief van Jacqueline dus. En toen hebben we besloten om eigenlijk alle drie vanuit onze eigen achtergrond. Dus ik meer als filmmaker en journalist. Zij als kunstenaar, fotograaf. Richard als informatieontwerper. Dat onderwerp verder te gaan uitzoeken. En toen die kaart er eenmaal was, toen kon Jacqueline dus ook veel makkelijker zien van oké, ik wil daarheen en daarheen en daar wil ik foto's gaan maken. En ik heb met haar samen eigenlijk die inventarisatie gemaakt van zoveel mogelijk verhalen te verzamelen. En niet alleen via het internet en niet alleen googelen, maar ook heel veel gevraagd en via van verhalen van waarom hebben mensen geen internet en wie wonen er op die white spot? Nou, de grote, overgrote meerderheid van de mensen die op die witte vlekken woont, die wil heel graag internet, maar die heeft het niet. Dat is duidelijk. Ik bedoel, statistisch gezien, en dan, het is niet zo dat er allemaal mensen zijn die geen internet willen. Die willen het heel graag, maar het komt net niet bij hun. Of ze kunnen het niet betalen. Maar daarnaast zijn er allerlei andere verhalen. Echt wel, nou ja, we probeerden categorieën te maken, maar allerlei redenen waarom allerlei individuen toch ook zich er weer uit. Er weer uit willen halen. Dus af en toe in ieder geval willen afsluiten. En dat is bijvoorbeeld een schrijver in Armenië die zich denkt dat hij betere boeken schrijft als hij niet op het internet zit en niet aan sociale media doet, die daarom erbuiten gaat wonen. Dus die mensen die ervan ziek worden, maar ook luxe hotels, die white spots, vakanties aanbieden, waar je deep sleep arrangementen kan hebben voor €1000 per nacht.
Om je mobiel uit te zetten. Interessant is ook dat die resorts soms in hetzelfde gebied zijn als degene die jij gefilmd hebt. Die juist heel graag internet wilde. Ja. Dus, ja, bijvoorbeeld. In Kenia heb je van mensen die blogger zijn en die kilometers moeten lopen iedere dag om hun blog te kunnen schrijven. En die zouden heel graag dichterbij internet willen zitten. Ja. Of op hun eigen telefoon willen hebben. Die gaan naar een soort van internetcafé-achtige plekken waar wifi-routers zijn. Maar ja, daar vlakbij staat dan een resort waar dat wordt aangeprezen met kom helemaal tot rust in de natuur, want hier is want geen, eindelijk geen internet. Is er geen internet. Ja, dat is wel heel paradoxaal natuurlijk. En die verhalen die zitten natuurlijk in je documentaire, maar die zitten ook in de app. Ja, dus de app kan wereldwijd gratis gedownload worden. Hij heet gewoon White Spots voor Android en voor iPhone. En die bevat ook 42 korte video's en verhalen van Jacqueline en van mij over al die plekken waar we geweest zijn. Hij geeft ook een route naar de dichtstbijzijnde White Spot, mocht je zelf even eruit willen. Dat is ook wel enigszins paradoxaal natuurlijk. Dat je een app maakt voor een mobiele telefoon die je laat zien waar je hem niet meer kan gebruiken. Ja, maar ook wel interessant, toch? Ja. Hoe heeft het jullie eigen gebruik van je mobiel en social media veranderd? Door dit hele project? We zijn natuurlijk al jaren met dit hele concept bezig. Ben je er meer van bewust? Ja, ik denk het wel. Ik heb op zich, sta ik daar heel positief in. Ik bedoel, ik werk veel met data. Ik vind het interessant. Ik vind het interessant om die digitale wereld visueel te maken. Maar ik werd eigenlijk heel erg gegrepen door een fragment dat je had gemaakt bij de Amish in waar zaten die nou? Ergens in het noorden van de Verenigde Staten. En wat mooi was, dat ze vertelden dat ze een soort commissie hadden om te bedenken of ze nieuwe technologie in hun gemeenschap integreerden. Mm-hmm. En dat er zoveel nieuwe technologie was dat ze geloof ik 40 jaar achterliepen en nu nog aan het vergaderen waren over de fax. maar ik dacht van, wat mij aansprak daaraan, was dat ik dacht van, wij doen in zekere zin het tegenovergestelde. Dat je gaat er vol in en dan 10 jaar later ga je met z'n allen kijken van, vinden we het eigenlijk prettig? Ja. En ik denk, voor mij is dat wel iets wat ik eruit meegenomen heb. Dat ik denk van, dat is nog niet zo'n gek idee om, dat is onhaalbaar om dat hier te organiseren, maar om voordat je iets volledig omarmt, te kijken in hoeverre dat jouw manier van leven of je identiteit of je autonomie bevordert dan wel inperkt. En ik geloof dat dat wel voor mij scherper is geworden daardoor. En heeft dat dan ook in praktische zin gevolgd? Dat je zegt van, ik heb mijn iPhone weggelegd en ik heb een oude Nokia er weer bijgepakt, of blijft het toch gewoon die smartphone? Nee, het blijft een soort gevecht daartussen, zeg maar. Dat je op zoek gaat naar een bakje om je telefoon in te doen, maar dat je dat dan op internet gaat zoeken. Dus het is een beetje een soort. Ja, dat. Ja, en hoe is dat voor jou, Brechtje? Ja, het heeft zeker wel, omdat je ook nog met al die mensen hebt gesproken die er echt fysiek last van hebben van al die straling. Ja. Dus ik bedoel, dat kan je misschien ook nog wel aan het denken zetten van, goh, is dat nou allemaal wel zo gezond wat ik hier dagelijks onderga. Ja, nou ja, ik herken dat wel van dat bakje. Want ik heb ook zo'n metalen bakje en ik heb met mijn zoon afgesproken dat we dan tussen 6 en 8 daar de telefoons in doen en dat we even gewoon eten en niet de hele tijd op het scherm kijken. Maar ja, je merkt ook meteen hoe lastig het is, omdat als een vriendin dan wil komen eten, die stuurt dan een appje en dan denk je, hoor je in dat doosje? Ja, wat moet ik nou doen? Ja, komt ze nou of komt ze niet? Ja, dat is toch heel lastig. Maar ik denk wat het vooral doet is dat je bent je eigenlijk meer bewust van hoe moeilijk het is om het los te laten en om eruit te zijn af en toe. Dus ik probeer dat toch wel af en toe wel, want het doet me wel echt goed. Maar ik merk ook hoe moeilijk het is. Moeilijk, ja. Die app en de kaart zijn volgens mij 1 jaar of 3 oud. Wat was de respons op die kaart? Hoe reageren mensen om jullie heen? Als je het laat zien op de app ook. Is die veel gedownload buiten? Misschien zelfs op plekken die wat dichter bij de grotere white spots zitten bijvoorbeeld. Heb je daar inzicht in? Nou, kijk, ja, veel is relatief. Dus zeg maar, het is in de eerste instantie in Nederland onder de aandacht gebracht. En dan
is die redelijk veel gedownload. Ik geloof 50.000 keer of zo. Ja, 50.000 is door de meest gedownloade app die de VPRO ooit gemaakt heeft. In vergelijking met... dat is maar, best veel. Ja. Voor Flappy Bird is dat niet zoveel. Maar voor een soort... Nee, maar ik bedoel meer van wat is wat, hoe, krijg je reacties terug van mensen die die app hebben gedownload? Ja, en nou, die, ik denk... die daar die, zeg maar, iets met die white spot zijn gedaan. Want je kan ook als gebruiker kan je een foto uploaden. Hè, van ik ben nu in een white spot. En dan moet je wachten dat je weer in een black spot bent. Je zodat je mensen, daadwerkelijk kan ontlopen. Mensen gaan met die app op pad. Het was vlak voor de zomervakantie. Dus je ziet dat mensen de hele wereld overgaan. En dus ook in white spots terechtkomen. Op vakantie. En die dan uploaden in die app. Zeker het eerste jaar nadat die app gelanceerd was, gebeurde dat vrij veel. Die staan ook in de app, die foto's. Dus dat is interessant om te zien. Er zijn... Ik weet niet, enkele honderden foto's. Maar dan wel van interessante plekken, vind ik. Variërend van een Mongoolse steppe tot een fietstunnel ergens hier in Amsterdam. Waar je ook geen bereik hebt. HSL-tunnel tussen Schiphol en Rotterdam. Hè, hier zie je een selectie van dingen. Dus dat is interessant om te zien. Wat je merkt is dat, denk ik ook bij de presentatie, dat aan de ene kant mensen... Zo'n reactie is wat je net ook zei, van is dat niet paradoxaal? Waarom is dit nodig? Waarom wil je uit de genetwerkte wereld? Dus dat. Aan de andere kant, daar had ik net ook met een van de andere gasten over... is dat je toch als een soort van backlash wel... sindsdien zie ik, misschien ben ik er meer attent op... maar misschien is het ook iets wat meer besproken wordt in kranten en tijdschriften... dat thema van... het feit dat daar grenzen aan zijn, dat je daar uit kan, om wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Dat je eventjes, of je nou uit die straling wil, of dat je gewoon uit de drukte wil. Dat is dan eventjes om het even. Maar ik geloof wel dat die discussie... de mogelijkheid om die keuze te maken. Nou ja, een soort bewustzijn van dat het niet, inderdaad niet per se onvermijdelijk is. En misschien wel gewoon in je dagelijkse omgeving, maar dat het toch iets is dat... het is geen natuurfenomeen of zo. Het is iets wat we gemaakt hebben, wat heel handig is, maar wat ook waar je ook over na kunt denken en er soms misschien uit kunt als je dat wil. En ik geloof dat die gedachte, al is het maar als een soort gedachte-experiment, wel toch postgevat heeft of zo, heb ik de indruk. En is daar nog een volgende stap voor jullie? Je hebt dan die documentaire nu gemaakt over mensen die last hebben van straling, noem ik het maar even kort zeggen. Heb jij al ideeën van hoe je in die app misschien nog een volgende stap zou kunnen zijn, omdat nog meer dan die 50.000 keer dat die gedownload is, neer te zetten? Ja, het gaat mij niet zozeer om het aantal downloads. Omdat ik geloof dat het punt van die app voor mij is meer dat idee op tafel komt. Ja. En dat gebeurt aan de ene kant door die takelichtuitzending, dat gebeurt door allerlei avonden, dat gebeurt ook door die app. Dus het feit dat je daarover na kunt denken, gsm-masten, mm-hmm. Ik denk dat niet voor iedereen altijd een soort conversation piece is geweest. Dat vind ik interessant. En ik ben zelf, maar dat is meer vanuit mijn werk als informatieontwerper en dat ik bezig ben met datavisualisatie, probeer ik wat meer grip te krijgen op het visualiseren van de signalen om ons heen. Dus dit is in zekere zin is dit nog een vrij grove manier om dat te doen. Omdat je wijst punten aan waar die zenders was een eerste stap daarin. Zijn. Maar eigenlijk is deze ruimte ook helemaal gevuld met informatie. Dat vind ik een heel interessant gegeven om over na te denken hoe je dat kunt laten zien. Okay. Maar ik denk wel dat, ik heb Jacqueline ook wel veel gesproken de laatste tijd. En reacties op haar tentoonstelling. Ze krijgt heel veel e-mails van mensen en berichten die... Ik vind het zelf een hele mooie tentoonstelling. Dus ook omdat je je schoenen uit moet doen en je telefoon in het begin inlevert in een stoffen zakje, heb je ook een hele andere ervaring van de tentoonstelling. En heel veel mensen die beleven dat ook heel intensief en die willen dat ook met haar delen. Dus die schrijven haar daar dan berichten over dat ze... Bijvoorbeeld met een man schreef dat hij met zijn zoon was gaan kijken en omdat ze allebei dus die schermen achter hadden gelaten, keken ze samen naar die foto's en hadden ze daar een gesprek over. En nou ja, het verandert gewoon iets. En dus dat de bewustwording is in het hele project gewoon heel belangrijk en heeft dus ook blijkbaar effect. Ja, dus ik vond het heel mooi. Ik vind het heel mooi in die tentoonstelling dat het daar echt bij elkaar komt en dat je dat daar ook ervaart. Je kijkt naar iets, maar je bent het ook op dat moment. En dat is heel krachtig, vind ik. Absoluut.
Dank jullie wel voor nu. We gaan nu naar iets heel anders. Een hele bijzondere voorstelling van een dansgroep voor serieuze amateurs. We halen de tafel even weg en dan komen we zo weer terug hier uit Rotterdam. Die speciaal een voorstelling hebben gemaakt die heet Unwired. Dames en heren, ze staan in de coulissen. We halen nog even de tafel weg, maar ik kondig ze wel vast aan. De SKVR Dansmakers.
SKVR Dansmakers. Met de choreografie van Linda van Dijk. En voordat we verder gaan, kijken we eerst nog even naar een bijzondere foto en een fragment van Jacqueline Hasrink. Voor het project Unwired Landscapes wilde ik ook naar IJsland, omdat ik wist dat er enorm veel white spots waren, maar ook heel veel stilteplekken, omdat er heel weinig mensen wonen op IJsland. En toen heb ik een gids gevonden die een four-wheel drive jeep had. En toen zijn we heel diep in het centrum van het eiland zijn we met die auto gegaan. En op een gegeven moment kwamen we op een enorm groot veld uit waar een rivier doorheen ging en omringd door bergen. En dat was een wijsheid en een stilte die echt overweldigend was. Een heel ander formaat, omdat we altijd gewend zijn om in New York te wonen of in een stad als Amsterdam waar alles heel beknopt is. En toen heeft daar IJslandse poëzie gelezen en ik ben met mijn statief bezig geweest om de juiste plek te vinden. En ik was vooral op zoek naar wat ik heel erg interessant hier vond. Dat mos, dat felle groene mos tegen dat witte en zwarte van dat zwarte van het lava en het witte van de sneeuw en de lucht. En uiteindelijk zijn we daar denk ik 1,5 uur gebleven. Ik wil graag onze volgende gast aan tafel nodigen. Hij maakte een paar jaar geleden met Angela Groothuis een programma over koopverslaving. Hij is psycholoog en gespecialiseerd in diverse soorten verslavingen. Vanavond gaan we het hebben over verslaving aan social media. Dames en heren, Bjarne Timonen. Richard en Brechtje, komen jullie ook terug aan tafel alsjeblieft. Kies een stoel uit, Bjarne. Bjarne, jij wil beginnen vanavond met een filmpje van een collega van je, Dr. Phil, wellicht bekend, een Amerikaanse tv-psycholoog. Laten we daarna kijken. I'm completely obsessed with social media. It's very hard to have conversations in real life. It's so much easier to just text message or Facebook. I do get panic attacks when I leave my house and there's no wifi. When someone tries to take away my phone, I get so tense. I will resist. I will yell and I will scream. A typical day for me is that I wake up at 6 o'clock in the morning. I go straight to my phone and I check my Facebook and all of a sudden I feel happy. The only reason for me to get out of bed is because I'm hungry or thirsty. I isolate myself pretty much every day and I love isolating myself because I don't have to deal with anyone's feelings. And I don't have to deal with anyone telling me not to use my phone. And I love it. I feel like my self-esteem is very high because of the amount of likes I get on Facebook. And the amount of attention I get on Facebook, it feels like a rush to me. I always worry about my Facebook getting hacked or someone stealing my phone. So I'm very cautious about having it on me when I sleep. When I'm with my phone at night, I hold it in my hand with my strap on it. I'll be sleeping and most of the time my phone's just in my hand. My biggest fear is that I won't be able to have personal relationships with friends, family. I need help. I want a normal life. All right, Chloe, it's good to meet you. It's nice to meet you. Now, you wrote to me. Yes. What do you think you're doing that is change-worthy? Well, I'm always on my phone 24/7, so it kind of feels like I don't think normal people are supposed to be on their phone so much. Yeah. And the fact that I can't go anywhere without my phone, and I really just, you know, I can't do anything without it, because when it's not with me, I don't feel complete, and I feel very scared that you have it with you now. Yes. You actually have kind of a strap to you. Are you looking at it now? Yeah. Sorry. Trying my hardest to keep it. Yeah, can I see your phone? Sure. What would you do if your phone just went away right now? I'd probably cry. You'd freak?
Yeah. Yeah. Thank you. Do you want it? Or, thank you. Yeah. And what's your payoff from being on this phone all the time? Well, if on Facebook, Instagram, and Twitter, I get 500 to 1,000 likes on each picture, comment, anything like that, and it makes me feel really good about myself. Okay, so your payoff is you'll post something up, and you'll get 500 to 1,000 people that give you a thumbs up. Yes. And do you know these 1,000 people? No, not. I know probably less than 50 of them. And you have become addicted to their thumbs up. Basically, yes. You don't know who they are. No. Why do you think you're so dependent on their approval? They really feed my self-esteem. You know, before I found Facebook when I was younger and before I found that, oh, I could post a picture and get a like, I never had a good self-esteem. I was always bullied in high school, so. Okay. Ze praat nog even door, denk ik. Maar het is een best wel extreem geval, toch? Ja. Deze Chloe. Ja, dat is wel een extreem geval. Merk je, heb jij ook dit soort gevallen in jou? Of ken jij mensen die zo erg? Nee. Dit heb ik nog niet meegemaakt. Zij is ook jong, hè? Ze is 17. Ja. Ik werk met volwassenen. Maar ik kan me wel voorstellen dat je steeds meer jongeren hebt, ook in Nederland, die zo zijn. Want zij is dan social media echt verslaafd. We zien hier ook al een plaatje. Volgens mij zijn het hersenscans. Hoe kan je afhankelijk raken van duimpjes, van social media? Dat weten we nog niet helemaal zeker hoe dat kan. Maar de verklaringen die ervoor zijn, is dat er verschillende paden naar een social media verslaving zijn. Dus dat er verschillende oorzaken kunnen zijn. Dus het kan zijn dat je heel erg op zoek bent naar bevestiging. Nou, dat weten we inmiddels dat de grootste oorzaak is van een verslaving. Dat zegt zij ook een beetje, hè, die Chloe. Ja, dat zie je ook heel erg bij haar. Weet je. Je ziet alleen maar op die foto's ziet ze er heel anders uit dan in het echt. Ten tweede heb je veel mensen die heel erg impulsief zijn. Bijvoorbeeld iemand die ADHD heeft. Die loopt ook een hoger risico op het ontwikkelen van een verslaving. En ten derde heb je ook mensen die heel erg extravert zijn en die zich de hele tijd willen laten gelden en vooral hun mening heel veel willen spuien. En dat zijn ook risicolopers. En wat zien we nou hier op die plaatjes? Nou, wat je hier ziet is links zie je gezonde proefpersonen en rechts B zie je mensen met een social media verslaving. En het hersengebied dat oplicht, dat is de amygdala. En dat is een klein hersengebiedje dat belangrijk is bij het verwerken van emoties. Ja. Vooral angst. En dan zie je dus bij de linker dat er veel activiteit is. En bij de rechter, bij de mensen die verslaafd zijn, dat er minder activiteit is. Ze hebben dus nu aangetoond dat mensen met een social media verslaving een gekrompen amygdala hebben. En wat betekent dat in praktische zin? Want het zegt mij als leek niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, wat het betekent is dat ze dat gemeen hebben met mensen die een alcoholverslaving hebben of een gokverslaving. Dus dat in zoverre is het nu bewezen dat het echt om een verslaving gaat. Ja. Maar ze hebben ook dus een verschil gevonden in het brein. Waarbij normale verslaafden het voorste gedeelte van het brein, de prefrontale cortex, minder goed werkt, minder activiteit vertoont. Zie je bij mensen met een social media verslaving dat het juist meer activiteit vertoont. En hebben ze zelfs een verdikking gevonden hier in het voorste gedeelte van het brein. En de verklaring. En dat is een gevolg van die. Ik bedoel, oorzaak-gevolg is misschien nog niet helemaal duidelijk, maar. Nee, als je een verdikking hebt, dan word je social media verslaafd? Of? Dat weten ze dus nog niet. Het kan natuurlijk zo zijn dat sommige mensen hier al meer activiteit hadden en daardoor gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van een verslaving. Maar het is wel een opvallend resultaat. En wat het zou kunnen betekenen is dat als die amygdala krimpt, dan word je impulsiever in je gedachten en je emoties. Als die prefrontale cortex, dus die controlekamer, niet goed werkt, dan word je ook impulsief in je gedrag.
Dus waarschijnlijk is het zo dat mensen met social media verslaving zich wel heel rusteloos voelen en heel veel gedachten en emoties hebben die ze moeilijk... Dus die impulsiviteit, die speelt daar een grote rol in. Heeft dat dan ook bijvoorbeeld te maken met... Ik weet niet of het zo is, maar ik heb wel eens gehoord dat die rode bolletjes op je smartphone, als je weer een nieuw berichtje of een likeje hebt, dat specifiek rood en rond en zo ontworpen is om juist ook die impulsiviteit aan te wakkeren. Merk jij dat ook? Heb jij ook dat soort ervaringen? Ik persoonlijk of... Nee, maar gewoon binnen je praktijk? Zeker. Dus wat wij heel veel zien in de verslavingszorg, daar heb je vooral veel impulsieve mensen. Ja. Is dat ze naast, als ze bijvoorbeeld dan verslaafd zijn aan de drank of aan de cocaïne, is dat ze ook sneller verslaafd raken aan social media. Als ik een cliënt op ga halen in de wachtkamer, dan zitten ze standaard op hun telefoon te kijken. En nu is dat overal wel best wel standaard. Maar het is opvallend hoe lang het... Als je in de trein zit, dan... Nee, okay. Maar het is opvallend hoe lang het duurt voordat ze überhaupt hun naam horen, als ik het zeg. Okay. Dus ze zitten echt aan gekluisterd. En zou je dan... In hoeverre denk jij, en misschien hebben jullie daar ook al ideeën over, Brechtje en Richard, hoe bewust zijn die apps zo gemaakt om dat gedrag te stimuleren? Denk jij? Nou, mijn indruk is dat in een tweede instantie gebeurt. Als ik een beetje volg hoe dat soort platforms ontstaan, dan is het volgens mij zo dat op het moment dat ze heel erg groot worden, dat het interessant wordt om te kijken of je dat soort van netwerkeffect kunt verdiepen en kunt verfijnen. En mensen daar nog meer op te triggeren. Ik geloof eerlijk gezegd niet zo dat vanaf begin af aan dat het doel is. Om zeg maar met de gemene rode bolletjes iets slechts te ontwerpen. Maar ik denk wel dat na verloop van tijd in veel van dat soort systemen geïmplementeerd wordt. Ja, en inmiddels denk ik wel dat als je zo'n app gaat beginnen, dat je dat wel in je achterhoofd moet houden van hoe maak ik mensen verslaafd. Anders kan je niet concurreren met de bestaande apps. Zijn social media apps een beetje provocerend? Facebook is de nieuwe sigarettenfabrikant van de toekomst. Ze hebben bewust iets gecreëerd waarvan ze weten dat het schadelijk is, waarvan ze weten dat het verslavend is. En ze zijn ons bewust daarvan afhankelijk aan het maken. Zie je een dergelijk toekomstbeeld voor je? Of misschien is het niet eens toekomst? Nou, ik las vandaag een persbericht over dat games op de telefoon nu worden teruggefloten. Ja. Omdat ze te veel mechanismen van gokautomaten bevatten. Dus dat ze het gokverslavende gedeelte van het brein aanspreken. En ik zat het te lezen en ik dacht van ja, het is wel apart dat games of gamefabrikanten daarop worden aangesproken en dat het niet geldt voor social media bedrijven. Dus ik denk wel dat in de toekomst dat wordt ingeperkt. Want als je ziet wat de schade is, mensen kunnen er depressiever van worden, kunnen er angstig van worden, rusteloos. Scholieren doen het minder goed. Dus er is wel sprake van schade. We zien hier een plaatje van Elon Musk, ja, de oprichter van een autobedrijf. En onder andere Tesla. Ja. Waarom wilde je zijn portret hier laten zien? Nou, Elon Musk heeft twee weken geleden een documentaire vrijgegeven. Die heeft hij bekostigd over de gevaren van artificial intelligence. En heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Je zei het er net ook al, heel veel mensen denken dat Facebook en Instagram gratis is. Dat is het wel qua geld, maar je betaalt met je data. Mm-hmm. En hij wil de mensen daar bewust van maken. En heel veel data houdt in dat zij ook heel erg veel kennis hebben. En dat begint de psychiatrie begint dat ook door te hebben inmiddels. Dat Facebook weet veel meer over mensen dan wij psychologen en psychiaters. Dus wij voelen ook concurrentie. Zo, dat is wel een statement. Ja, nou ja, er is nu al bewezen dat Facebook kent jou beter dan jouw vrienden en familie.
Dus als Facebook jouw persoonlijkheid moet omschrijven, dan kan hij dat beter dan je beste vrienden en familie. Nou, misschien dat psychologen nog enigszins kunnen concurreren, maar binnenkort is dat niet meer zo. Dus nu zie je al in onderzoeken dat met grote populaties, mm-hmm, dat data wordt verzameld van social media. Dan is het ook nog eens zo dat als we onderzoeken doen bij mensen, dan is het heel vaak in een laboratorium of op een universiteit. Het is geen natuurlijke setting. En die data van Facebook, ik neem even Facebook nu, maar die data van Facebook, dat is in het wild, als het ware. Dat is echter. Dat is echter. Maar kan je dan dus ook beter conclusies aan verbinden? Kan je dus ook beter wellicht remedies vinden voor bestaande kwalen? Misschien zelfs voor mensen die lijden aan stralingsziektes, dat is heeft wel een andere connotatie. Maar mensen die last hebben van al die zendmasten. Ik bedoel, daar zit wellicht ook nog wel een positieve. Zeker. Ze kunnen nu al met behoorlijk accuraat kunnen ze depressie voorspellen. Ja. Aan de hand van wat iemand post. Maar ook stemherkenning. Schizofrenie, bipolaire stoornis. Dus ja, dat is gunstig. Wat is er dan ongunstig? Nou, wat er ongunstig is, is dat die social media, omdat ze jou steeds beter kennen, wordt je social media ook aangepast aan jouw profiel. En hoe aantrekkelijker zo'n profiel wordt voor jou, hoe vaker je erop gaat kijken. Dus die artificial intelligence maakt mensen ook steeds meer verslaafd. Ik hoorde vorige week dat Amazon die heeft patent aangevraagd op anticipatory shipping. En dat houdt in dat ze alvast producten gaan opsturen naar mensen omdat ze toch weten dat ze het gaan kopen. Wauw. Ja. Dat is wel een vrij interessant. Oké, maar wat moeten we daar dan mee? Moeten we nou echt met z'n allemaal Facebook gaan deleten? Ik bedoel, wat is er dan echt geen weg? Ik bedoel, we zijn hyperconnected. We hebben net de landkaart gezien. Het is hier pikzwart. We moeten echt naar Afrika. We moeten naar de Himalaya. We moeten naar Latijns-Amerika. Kan jij ons een soort van handreiking geven? Nou, het is sowieso goed om een tijdje te stoppen met social media. Dus dat raad ik iedereen aan. Alle social media? Alle social media. En wat valt daar dan onder? Facebook, dat begrijp ik. Twitter, Instagram, WhatsApp? WhatsApp, daar heb ik zo mijn twijfels over. Omdat van Facebook, maar dat terzijde. Okay, WhatsApp is een puur sociale app. En daarvan zie je dat het voordelen heeft voor mensen. Het kan communicatie bedoel je? Precies, communicatie. En het kan natuurlijk ook zijn dat je daar ook helemaal verslaafd aan bent. Maar dat is toch minder verslavend dan social media. Of social media als Facebook en Instagram. Maar ik raad mensen vaak aan van ja, stop een maandje met je social media. Drink ook even een maandje niet. Een maandje geen vlees, ga om de dag hardlopen. Bij wijze van spreken. Maak er een soort van retraite van. Ja. Om je echt bewust te worden van al die afleidingen die we de hele dag hebben. Daar word je je pas bewust van als je zo'n periode in was. En zeg je dan dat, je noemt nu een maand. Is dat een goede periode dat je er ook echt bewust van wordt? Of? Nou, het liefst 2 maanden. waarom? De uitdaging wordt steeds groter naarmate de avond vordert. Hè? Ja, dat noemen ze lowballen. Maar het liefst 2 maanden, omdat is aangetoond dat wanneer je 2 maanden een bepaalde gewoonte oefent, dan gaat het in je systeem zitten. Oftewel, dan blijft het in je brein. Ja, het is niet zo in jouw ervaring als mensen dan een maand of 2 maanden social media zijn gestopt. Nou, dan mogen ze weer. Is het dan niet van net als, als ik 1 sigaretje rook, dat lukt dan nog wel. Maar ik zit binnen 2 dagen weer op een pakje per dag. Of valt dat mee bij social media? Dat terugvallen in dat patroon? Nou ja, dat zal denk ik bij die meid van dokter Phil zal het wel zo zijn. Ja. Maar als een social media verslaving zo ernstig is, dan is er bijna altijd ook sprake van iets anders. Ja. Dus dat iemand ook depressief is of angstig. Dus voor de gewone mensen die niet zo extreem verslaafd zijn, zou je met een maand, 2 maanden
voldoende afstand moeten kunnen nemen. Ja, en dan daarna er bewust mee omgaan. En denk je dat het... Is dat een... Je zit heel erg te lachen, Brechtje. Herken ik vind je het heel niet? Grappig. Nee, ik vind het gewoon heel grappig hoe je als een soort doktersvoorschrift te horen krijgen hoe we van de dingen af moeten komen. Ja, dat, ik vind ja is dat is mijn volgende vraag ook. Van, is dat nou een verantwoordelijkheid op individueel niveau? Of is dat op ouder niveau? Of moet de overheid hier ook op een gegeven moment gaan ingrijpen? Ja. Ja, ouderschap, als vader en moeder. Alle drie. Alle drie. Ja, ja. Ouders moeten het gebruik van de kinderen echt beperken. Weet je, dat brein van het kind is nog in ontwikkeling. Dus je ontwikkelt dan een verslavingsgevoelig brein. Zeker nu dat we weten dat er dus sprake is van een verandering in het brein. Ja, vanuit de overheid moeten er ook gewoon maatregelen genomen worden. Kinderen moeten worden voorgelicht op school. En zelf heb je als volwassene heb je is het ook wel goed voor jezelf om het in de hand te houden. Dus je kunt er echt last van hebben. Wat is het grootste risico van continu aan je mobiel geplakt zitten? Dat je de waarde van echt contact uit het oog verliest. Daarmee wil ik eigenlijk naar onze volgende gast. Want we hebben natuurlijk het effect op apps, mobiele telefoons. We hebben net al heel veel gehoord over straling. En wat die straling doet voor sommige mensen. En over die straling en wat dat doet met ons lijf, krijgen we nu dadelijk een hoorcollege van arts en onderzoeker naar straling. Momenteel is hij onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD. Zijn presentatie wordt omlijst door twee fragmenten van Jacqueline en daarna gaat hij meteen beginnen. Dus we beginnen met een fragment van Jacqueline. Na de kunstacademie in Den Haag heb ik 3-4 jaar in Noorwegen gewoond. En een Noorse vriend vertelde mij altijd over Svalbard, of ook wel Spitsbergen. Het eiland ver in het noorden, zeg maar tegen de Noordpool aan. En ik ben daar nooit geweest. En toen bleek dus dat eigenlijk het hele eiland zo grotendeels een white spot was. En hij vertelde mij ook over een stad, Pyramide, waar vroeger een Russische gemeenschap was van 1200 mensen die daar leefden. En die, dat was zeg maar een hoogtijdagen van het communisme, een soort van utopische plek waar kolen werden gewonnen. En het heeft tot de 80e jaar heeft dat geduurd. En toen uiteindelijk zijn de Russen daar weggegaan. En ze hebben het verlaten zoals het, ze hebben er niks weggehaald of wat dan ook. En wat je hier ziet is een gymnastiekhal die eigenlijk voor kinderen bedoeld was en die nog steeds in dezelfde staat zich daar bevindt. Het hele stadje Pyramide is één grote white spot. Op dit moment wonen er 6 mensen op Pyramide. Er is een hotel wat de Russen weer herbouwd hebben of actief hebben gemaakt. En er is één gids, die heet Sasha. En hij heeft me zeg maar rondgeleid. Dames en heren, uw applaus voor Laurens Hondema. Goedenavond. Ja, hoorcollege. Dus allemaal goed opletten. Dat wordt een lastig onderwerp, maar er komt geen toets. Dus ik ga het hebben over straling. Voor sommigen misschien een beetje een spannend onderwerp. Want ja, je kan al die stralen natuurlijk niet zien. En ik heb de presentatie tot 1 slide beperkt. En ik ga proberen in ongeveer 10 minuten jullie wat uit te leggen over wat straling nou allemaal inhoudt. Ik vind het heel leuk om hier te staan. Ik ben zelf ook fotograaf geweest, wel in een pretpark. Ja, dat wist je nog niet, hè? Want dat staat niet op Google. Dus dat is eventjes een verrassing. Ik werk als milieuarts. Dat betekent dat ik onder andere voor de GGD en voor het RIVM advies geef aan burgers en aan gemeenten over wat ze nou moeten met omgevingsfactoren. Dus bijvoorbeeld luchtverontreiniging, maar ook geluid en dus straling. Want daar krijgen we nog wel eens wat vragen over binnen. En
Ik begin eerst even met de basics van straling. Want daarbij moet je beseffen dat straling eigenlijk een overdracht van energie is in golven. En dat zie je eigenlijk het makkelijkste als je denkt aan een golf op zee. Dus daar dan wordt ook energie wordt daar voortgedragen. En die golf die zien we eigenlijk hier zo weergegeven. En de eigenschappen van die golf die kunnen dus bepalen wat voor type straling we hebben. Want we hebben heel veel verschillende soorten straling die op heel veel verschillende manieren worden toegepast. In die straling zien we dat er een lengte in zit, dat noemen we de golflengte. En we zien ook hoe snel die heen en weer gaat, dat is de frequentie. Nou, hoe meer frequentie er is, hoeveel meer energie erin zit. Die lengte die kan heel erg verschillen. En die zien we hier, dat is de grootte van een gebouw. Maar zo kan het dus ook een stuk korter zijn, en dat kan zo miljoenen keer korter zijn, zo groot als een atoom. Dus er zijn heel veel verschillende typen straling met hele verschillende eigenschappen. En naarmate die frequentie zo toeneemt, dan zal ook de energie toenemen en ook de effecten die het kan hebben, bijvoorbeeld op het menselijk lichaam. Nou, dan zien we hier dus die sterke straling die ook bij radioactiviteit voorkomt. Daar weten we eigenlijk heel goed van wat het doet met het lichaam en met cellen. Doordat er heel veel energie in zit, kan het de cellen stuk maken. En ook doordat het de DNA beschadigt, ervoor zorgen dat er ongewenste effecten optreden. Zo kan er bijvoorbeeld kanker ontstaan. Dus dat is eigenlijk de straling waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Dan zullen de mensen misschien hier in de zaal ook wel jodiumtabletten hebben gekregen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, van ja, wat moet je daar nou mee? Is er dan opeens een groot gevaar ontstaan? Nou, we weten dat bij zo'n reactor, dat de kans heel klein is dat er wat fout gaat. Maar als er wat fout gaat, dan kunnen we het met die jodiumtabletten, kunnen we in ieder geval iets doen. Ja, en als we dat kunnen, dan laten we die natuurlijk niet thuis liggen. Dan gaan we die wel aan andere mensen ook uitdelen. Dus die kans is heel klein, maar omdat we daar wat aan kunnen doen, doen we dat. En nou weten we dus daar ook best wel veel van, omdat het natuurlijk in andere landen het wel fout is gegaan. En daarbij is het interessant om je te beseffen dat bijvoorbeeld bij Fukushima, ja, daar eigenlijk niet zoveel gezondheidsschade geweest is van de straling. Eigenlijk is de chaos eromheen, is daar hetgene geweest dat er ja, veel gezondheidsschade is geweest. Dan gaan we zo door dat spectrum heen. Dan zien we hier bijvoorbeeld de röntgenstraling. Die zal voor veel mensen ook wel bekend zijn van de röntgenfoto. Dat is ook een energierijke straling, waardoor je dus de botbreuken kan zien op een foto. En dan komen we hier eigenlijk in een gedeelte van straling, het zichtbare licht. Misschien had je dat nog niet beseft, maar dat is dus ook een type straling. En dat kunnen we wel waarnemen. Dat heeft dus ook wel wat minder energie. Maar ja, zoals u misschien aan een van de danseressen had gezien, die had wat rode benen. Ja, dat is dus ook het effect van straling. Nou, en daar weten we dan ook alweer best veel van UV. En dan komen we eigenlijk zo langzamerhand in dat gedeelte van elektromagnetische straling. Nou, elektromagnetisch, dat zegt het al een beetje, dat geeft een soort van magnetisch effect. Dus dat heeft ook wel interactie met het magnetische in ons lichaam. Zo hebben we bijvoorbeeld onze atomenmoleculen, daar zit ook een soort van spanningtje op. Dus dat kan je in beweging zetten. Nou, en dat gebruiken we in de magnetron. Want daar zit heel veel van die straling met nog een relatief hoge frequentie, maar gewoon ook heel erg veel. En dat zorgt ervoor dat je dan bijvoorbeeld je eten kan opwarmen. Maar meer dan dat is het eigenlijk niet op dat moment. Het is voornamelijk opwarmen. En dat merk je dus ook als je in de zon zit, hè? Dan merk je dat je wat opwarmt. Dan komen we verder, dan wordt die bandbreedte steeds langer. En dan kom je bij de radio en dan heb je dus ook de elektrische laan die kan ontstaan als bijvoorbeeld een hoogspanningsmast is. Nou, en als we dan over gezondheidseffecten gaan hebben, ja, dan wordt het best wel lastig. En dan wordt het ook een gevoelig onderwerp. Want zoals gisteren is er een rapport weer over uitgekomen van de Gezondheidsraad, want we zitten hier natuurlijk bovenop, dat te onderzoeken. Nou zijn dat heb ik al verteld, hè, dat er wat minder energie in zit naarmate je dus verder hier zo komt. Maar ja, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die er steeds meer aan worden blootgesteld. Dat hebben we eigenlijk ook wel gezien vanavond. Nou, omdat zoveel mensen worden blootgesteld, maar een heel klein beetje, ja, dan zou het natuurlijk wel kunnen dat op een gegeven moment effecten optreden. Dus dat hebben we eigenlijk, ja, al sinds het begin hebben we dat onderzocht. En op dit moment kunnen we bepaalde effecten daar wel van zien in studies. Waarbij het natuurlijk lastig is, want als je maar op een gegeven moment genoeg studies doet, ja, dan gaat er een keer toevallig ook wat uitkomen. Dus om dat te duiden is ontzettend lastig. Maar zoals ik al zei gisteren, van de Gezondheidsraad een onderzoek, en daar hebben ze het weer niet helemaal kunnen ontkrachten, dat als je pal onder die zendmast woont, onder de hoogspanningslijn, ja, dat je daar misschien op een bepaalde ziekte toch wat meer risico hebt.
Maar ja, we weten niet helemaal hoe dat mechanisme nou zit. En het is ook niet altijd aangetoond, dus het blijft lastig. Maar ja, we blijven dat onderzoeken. Dus er zit eigenlijk een heel spectrum zit er hierin van ja, veel energie waar we het best wel goed weten. En hier ja, waar het lastig is om aan te tonen. Maar ja, er zijn gewoon mensen, hè, dat komt ook in de film naar voren, die hier ontzettend veel last van hebben. Nou, en de GGD probeert die mensen ook te ondersteunen. Wat we ervan weten, proberen ze uit te leggen. Maar we gaan eigenlijk niet zozeer in de discussie van komt het nou door de straling dat u zo ziek wordt, maar ja, hoe kunnen we u het beste helpen? En zo houden we dus dit soort processen in de gaten en ja, proberen we daar zo goed mogelijk zorg in te verlenen. Dat was eigenlijk eventjes het hele spectrum in vogelvlucht. En ik hoop dat u wat meer een idee heeft van wat straling inhoudt. Dankjewel. De reis naar Svalbard was een enorm avontuur, omdat ik daar bij aankomst al wat me duidelijk werd gemaakt dat ik zonder begeleiding eigenlijk niet het eiland op kon, omdat er overal ijsberen waren. Dus ik had een bootreis geboekt en daar, ja, van een aantal dagen en daar zou ik op verschillende plekken terechtkomen. En toen op een gegeven moment zeiden de gidsen dat we naar een strandje konden gaan. Noordwoken heet dat. En dat strand, het is niet zeg maar gewoon strand zoals wij kennen, maar dat is een strand waar alle ijsschotsen vanuit de Noordpool zeg maar aankomen. En dat was echt ongelooflijk fascinerend om ook daar in die vrijheid rond te lopen. En die kleuren van het landschap, dat was echt overweldigend. En dan wil ik nog een laatste gast verwelkomen hier aan tafel. Iemand die verslaafd was aan social media en het altijd verbonden zijn. Hij besloot radicaal te stoppen. Niet 1 maand, niet 2 maanden, maar een heel jaar leefde hij zonder internet. Ik geloof dat hij weer een beetje online is nu af en toe. Hij schreef een boek over zijn ervaringen. Dames en heren, Johan van Houten. En we gaan eerst naar een filmpje kijken. Dit heb ik gevonden, Hotel La Bomba, 5 sterren, afstand 3 kilometer. Thank you.
als zij eens zouden digiminderen? Koop nu 366 dagen digiminderen om jouw online en offline leven wel in balans te krijgen. Dat is je boek, neem ik aan. Zeker, ja. Maar hoe, even helemaal terug naar het begin. Hoe kwam het nou zover dat je niet meer zonder dat verbinden, zonder die social media kon? Ja, dat is langzaam gegroeid. Dat had ik zelf niet eens door. Want wat was dan het moment dat je dacht van, hey, dit gaat echt te ver? Ja, op een bepaald moment stond ik met vrienden in de kroeg. En ik was meer met mijn mobiel bezig dan dat ik met mijn vrienden bezig was. Dus ik zat de hele tijd te wachten, komen er nog meer vrienden? Wanneer is het feestje morgen? Ja, tot op een bepaald moment ik zei, daar moet ik wat mee. En hadden je vrienden dat ook? Of merk je dat aan jezelf? Of werd je erop aangesproken door je vrienden? Van, hey, leg dat ding nou zeg. Nee, het was meer, ik vond het irritant bij hun. Als coach en trainer dacht ik, nou, ik ben van het sociale contact. Dus ik zei tegen jongens, doe die telefoon nou weg. En toen zei ze, ja, maar je doet het zelf veel erger. Toen ging ik er eens naar kijken en een beetje op letten. Toen dacht ik, jeetje, ik doe het echt veel, veel meer. Ja, en toen dacht ik, ik moet iets mee. Dus en toen zat ik thuis later op de bank en dan zat ik een documentaire te kijken waar een man een week offline ging. En die man die had het heel zwaar. Die kon de weg niet vinden. Hij miste berichten, hij miste vergaderingen. En ik zat alleen maar te lachen op de bank. Ik dacht, ja, 15 jaar geleden wisten we niet eens beter. Hadden we dit niet eens. En nu opeens kunnen we niet meer zonder. Wat is dit voor gekke wereld? En toen dacht je, nou, dan leg ik hem maar een jaar weg. Nou, toen dacht ik, ik wil er iets mee doen. Dus dacht ik, nou, ik wil ook offline. En toen had ik bedacht, ik ga een maand. Maar het was de zomer, kwam eraan. Denk, ja, dan ga ik lekker veel buiten zijn. Dan is het ook makkelijk. Dus dacht ik, nee, ik ga voor een heel jaar. Ja. En wanneer was dat jaar? Wanneer is dat? 2015, 2016. Oké. Okay. Ja. En hoe was dat? Om gewoon een jaar lang niet online te zijn? Ja, wisselend. In het begin, de eerste twee weken was echt heel lekker. Het was echt vakantiegevoel. Ja, dat ik echt even... Rust. Ja, rust. Geen mensen die me stoorden. Gewoon lekker met mezelf. En toen na een tijdje, begon ik wat dingen te missen. Ik had het gevoel dat ik dingen ging missen. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, feestjes bijvoorbeeld. Dat ik dan opeens geen uitnodiging meer kreeg. Ik zat op de bank en ik verveelde me. Normaal ging ik dan online. Ging ik berichtjes sturen naar mensen en kreeg ik altijd wel antwoord. En op dat moment had ik niks meer en zat ik thuis. Ja, en ik kan ze allemaal op gaan bellen met een vaste telefoon. Maar de meesten zijn ook aan het werk. Dus dat werkt niet heel erg. En je had ook last van ontwenningsverschijnselen zelfs. Ja, dat kwam een paar maanden later. Na 2-3 maanden kreeg ik afkikverschijnselen. Ik voelde mijn telefoon gewoon trillen in mijn broekzak, terwijl die echt in de kluis lag. Ik werd echt fysiek? Ja, van, hey, ja, ik stond bij de supermarkt in de rij en opeens voelde ik mijn telefoon. Dus eerst dacht ik nog, zit er geintjes uit te halen. Vrienden van me of zo. Maar later zat ik bij mijn ouders op de bank, had ik het weer. En dacht ik, nou, dit gaat echt niet goed. Nou, toen had ik ook dat ik midden in de nacht barend in het zweet wakker werd. Want in mijn droom was ik gewoon online geweest. En ik was ik dacht echt dat ik het gedaan had. Het was heel realistisch. Ja, echt. Het was heel bizar. Dit soort reacties herken jij, Bjarne? Dit noemen we fantoomvibratie. Er is een term voor. Ja, dus. Ja oké. Okay. Mensen, als je verslaafd bent aan social media, dan heb je daar vaker last van. En die dromen die je 's nachts hebt, heeft ook een naam. Dat noemen we, in de verslavingszorg noemen we dat gebruikersdromen. Dus dat je 's nachts wakker wordt en dat je droomt dat je hebt gedronken of gesnoven. In jouw geval dan, dat je hebt gekeken. Ja, jeetje. Hey, ja. En die gaan weer weg, die verschijnselen neem ik aan. Je loopt niet, de fantoomvibratie die verdwijnt weer. Ja, gelukkig wel. Hoe ging je daar, hoe bouwde je je nieuwe leven op, zeg maar? Ja, het is de weg vinden. Kijken, hoe ga je nu daarmee om? Op een bepaald moment was het echt, wil ik nog steeds alles weten? Want daarvoor zocht ik echt alles op. Echt, je vroeg me, wat voor weer wordt het morgen? Ik wist het niet, ik zocht het op. Dus het is meer dan alleen die social media. Ja, het is echt het feit dat je verbonden bent door al die straling en die zendmassen. Dat was waar jij... Ja, nee, ik stond 's ochtends op met mijn telefoon. En het eerste wat ik deed, een half uur op mijn telefoon zitten. De berichtjes lezen, Facebook, nieuws bekijken. En dan weer haast omdat ik weer te laat was om aan het werk te gaan.
naar de afspraak. En dat ging dan de hele dag door. Op de fiets nog even snel een berichtje sturen. In de kroeg op mijn telefoon. En s'avonds naar bed ging. Ja, ik sliep pas een paar uur later omdat ik nog steeds online was. En toen je eenmaal, nou ja, laten we zeggen, de fantoomvibratieperiode voorbij was. Ja. Hoe zag je dag er dan uit? Wat deed je dan 's ochtends toen je ineens niet meer op je telefoon kon kijken? Ja, relaxed wakker worden en ontspannen en echt een goede start van de dag maken. Even rustig douchen. Alles echt meer met beleid doen en echt bewust doen. Dus onbewust even douchen, bewust ontbijten. Echt daar ook mee bezig zijn. Tijd nemen daarvoor. Tijd nemen, ja, want die tijd was er ook iets meer. Dus ik kon er ook iets meer tijd voor me nemen. Want ik had opeens heel veel tijd over die ik normaal online was. Ja. Hoe deed je dat met je werk? Als ik gewoon naar mezelf kijk, dan raak al in paniek als ik denk van, oh jee, ik kan geen e-mailtjes sturen. Hoe paste dat in jouw baan? Ja, als coach en trainer, heel veel mensen en bedrijven waar ik mee samenwerkte, duidelijke afspraken maken. En echt, voor mij is dan een afspraak. Ik kom dan en dan en dan ben ik er ook. En als ze iets wilden, dan deed je gewoon met de vaste telefoon. De landlijn. Ja, ja. En soms kaarten of met brieven, zeg maar, dat er dan even op papier gezet werd wat de afspraken exact waren. En daardoor heb ik ook klanten verloren. Want die konden dat niet. Die wilden elke dag nog een mail. Ik gaf les op een school. En dan stuurden ze een berichtje. Nou, we hebben 20 mensen. Nou, of dat hadden ze afgesproken. En dan wilden ze daarna een bericht sturen. Het worden er 21. En een dag later, nee, het worden er nog maar 19. En het lokaal is veranderd. En de tijd is iets veranderd. En dacht ik, ja, daar kan ik niet zo heel veel mee. Ik ben er gewoon op de afgesproken tijd. Als echt iets cruciaals verandert, dan moet je me bellen. Maar anders, ja, maar 19 voor mij, 20 maakt niet heel veel uit. Dat voor mij maakt er niet uit, nee. Nee, dus dat, en die, uiteindelijk ben ik die klant ook verloren daardoor. Die zei, kom maar weer terug, want we vinden je heel goed. Maar kom maar weer terug als je online bent. Dat had door kunnen geven dat er één minder in de bagage. Okay. Ik ben niet teruggegaan. Ja. Dat is ook wel bizar natuurlijk. Ja. Maar je besloot wel na dat jaar van, ik zet hem toch maar weer aan, die mobiel. Ja, nee, omdat ik ook zie dat de online wereld ook heel veel te bieden heeft. Ik denk ook echt dat je met familieleden bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld contact kunt hebben. Dat is juist heel mooi. Dat als mensen ziek zijn, daar met de artsen contact over kunnen hebben. Terwijl ze niet elke dag naar het ziekenhuis hoeven. Nou, dat is mooi. Ik denk dat geeft ons ook heel veel. Alleen het gaat voor mij om de balans daarin te vinden. Ja, ja. Hey, je mobiel lag in een kluisje, hè? Ja. Dat jaar. Ja. En toen kreeg je hem terug. Ja. Twee vragen. Hoeveel ongelezen berichten had je? Berichten had ik e-mails. Meldingen? Ik had e-mails van nou. Ik had 1000 e-mails. En ik had op Facebook maar 60 berichten. Want Facebook gaat niet langer dan zoveel dagen terug. En dan stopt het, zeg maar. Oh, oké. Okay. Dus hij hield niet alles bij, op een paar moment. En wat was het eerste dat je deed toen je dat ding weer in je handen kreeg? Gefrustreerd worden dat het internet niet werkte. Want je zat op een white spot. Nee, ik was thuis. Maar ik heb echt 10 minuten nodig gehad om alles weer aan te zetten. En dat lukte niet. En ik werd er heel gefrustreerd van. En pas later dacht ik, waarom ben ik nu gefrustreerd? Ik heb net een jaar zonde gedaan. Maar het was echt heel zo klik en meteen weer frustratie erover. En hoe ga je daar nu dan mee om? Nu je zeg maar weer online bent, maar ik neem aan minder dan daarvoor. Ja, zeker. Ja. Wat is dan nu je... Heb je daar tactieken in? Heb je daar een soort van... dagindeling van hoe je omgaat met je mobiel? Of heb je een bakje online besteld waar je hem in kan leggen? Nee, ik heb geen bakje. Ik heb wel voor mezelf hele duidelijke afspraken met mezelf gemaakt, hoe ik wel mee om wil gaan. Mijn telefoon ligt niet meer in mijn slaapkamer. Dus 's ochtends als ik wakker word, heb ik hem niet bij me. En 's avonds als ik naar bed ga ook niet. Nou, dan slaap ik meteen echt een stuk beter. Ik heb alle apps uitstaan. Dus alle pushmeldingen, dus ik krijg nooit meldingen. Ik moet zelf bedenken, ik wil iets bekijken. Werk, e-mail en e-mail staat niet op mijn telefoon. Zo heb ik voor mezelf allemaal afspraken gemaakt. En daar kan ik wel mee omgaan. Kan ik wel meedoen met alles wat er is. Alleen wel op mijn manier. En soms heb ik nog steeds de fout dat ik dan toch weer denk, ik moet even iets opzoeken. En voordat ik weet zit ik een kwartiertje of een half uurtje op Facebook. Nou, dat is dan prima. En dan registreer ik dat en denk, oké, nou, dan ga ik binnenkort even wat minder. En dan ga ik dan een dag later denken, nou, ik ga weer even offline. Zet ik mijn telefoon gewoon even helemaal uit en dan ben ik gewoon offline. Wat is nou het grootste voordeel wat jij hebt ervaren van offline zijn?
Nou, er zijn meerdere dingen. Voor mij was het echt, ik sliep beter, ik voelde me daardoor beter, ik voelde me fitter. Ik onthield weer veel meer dingen. Ik was veel meer bezig in het hier en nu. Ik was niet bezig met wat er kwam en wat er ging en wat er geweest was, maar echt in het hier en nu. En ik had echt veel, ik vond het contact met mensen echt veel mooier. En dat vind ik nu nog steeds, zeg maar. Daardoor wel veel mooier. Omdat ik heb geen Facebook-foto's gezien van je vakantie. Dus ik vraag, hoe is je vakantie? En dan hebben we echt een leuk gesprek erover. Oké. Okay. Ja. Brechtje, herken jij dat op het moment dat je misschien in je huisje in Noord-Holland, maar ook op het moment dat je op die white spots werkte over de hele wereld, herken je dit gevoel op het moment dat je daar zelf bezig was? Ja, ik heb nooit gehad dat ik zeg maar echt de hele tijd op Facebook of zo wil. Ik vind het best wel saai, eerlijk gezegd. Maar ja, ik merk wel dat die e-mails, die dingen van dat het werk gewoon altijd doorgaat, dat is wel heel vervelend. En dat vind ik ook heel moeilijk om dan niet te kijken. Dus dat idee van jou om je e-mail gewoon van je telefoon af te halen, ik denk dat ik dat eigenlijk even ga uitproberen. Ja, en ik zou ook zeg maar voor bedrijven of voor werk is het ook heel fijn om momenten te kiezen wanneer je echt je e-mail controleert en daarop reageert. Want dat geeft je zoveel meer rust en je wordt echt veel meer gefocust als je bezig bent. En je bent dus ook nog meer beter voor je klant of voor de mensen bezig waar je voor bezig moet zijn of bent. Ja, en ik herken ook wel heel erg dat je meer als je hem een keer niet hebt. Ik leg hem ook niet op mijn slaapkamer, maar als hij er niet is, dat je veel meer aanwezig bent waar je dan op dat moment bent. Met je kinderen bijvoorbeeld, dat is heel anders. Of je het eigenlijk zo even zit te kijken of dat hij er gewoon niet is en dat je daar echt samen bent in dezelfde ruimte. Ook dezelfde mentale ruimte. En denk je dat, Johan, jij zat heel erg te knikken toen met een aantal van de suggesties van Johan. Herken jij dat ook? Zijn dat ook de aanknopingspunten die jij meegeeft aan je aan de mensen waar je mee werkt? Ja, dat mensen zich realiseren dat het heeft inderdaad voordelen, zeker voor je werk, maar beperk het en maak afspraken met jezelf. Ik zeg soms ook tegen cliënten van ja, als je dan op social media kijkt, las dan een soort van technopauzes in. Waarin je dus al je social media beantwoordt en alle likes en sluit het dan ook weer af. Dus spreek met jezelf een tijd af daarvoor. En Laurens, je hoort vaak van het moment dat mensen hun mobiel wegleggen, dat ze beter slapen. Zou dat ook te maken kunnen hebben met die straling? Of is dat puur het psychische effect van, oh, misschien heb ik wel een like? Ik denk dat er heel veel psychische processen spelen voor dit soort korte termijn blootstelling aan en dat soort lage velden. Ja, daaraan kunnen we eigenlijk niet echt relateren dat er dat soort klachten ontstaan. Dus het is veel meer het psychische effect van dat ding wegleggen? Ik denk dat het zeker ook een rol speelt, ja. Ja, het probleem is, ik weet gewoon dat er een grote groep mensen is die wel echt duidelijk die klachten ervaart als die telefoon er ligt. En die relateren zijn aan de straling die dat ding uitzendt. Ja. En daarom blijven we dat onderzoeken. Alleen het is gewoon met wetenschappelijk onderzoek is dat nog lastig uit te leggen hoe dat dan zou zitten. Dus ik blijf daar eigenlijk met open ogen blijf ik daar op afgaan en ik blijf opletten. Maar ik zou me nu eerlijk gezegd zelf, herken ik eigenlijk ook best wel veel dingen die hier worden gezegd. Want ik merk ook dat ik ook wel eens wat minder gefocust ben en mijn telefoon is soms, er zit dan zo'n accu die dan snel leeg is. En soms is het eigenlijk wel fijn, aan het eind van de dag kom je weer een beetje tot rust. Dus ik merk ook wel dat soort effecten. Maar we blijven zeker onderzoeken wat die straling nou voor effecten heeft. Want het is natuurlijk een aantal decennia is het aan het ontstaan. Het is niet dat we nu een enorme epidemie zien. Maar die signalen van een aantal mensen die daar echt wel denken klachten van te hebben, nemen we heel serieus. Maar je kunt het ook moeilijk loszien van elkaar, lijkt me. Ik bedoel, het is niet alleen maar een antenne die je bij je hebt. Er gebeurt ook van alles. Dus het soort van... Dat is lastig. Psychologische aspect en het stralingsaspect zijn hetzelfde apparaat. Het speelt heel erg door elkaar. Dus het lijkt me heel moeilijk om te zeggen van als je last ergens van hebt, of dat dan komt door het feit dat het draadloos is, of door het feit wat er op dat scherm gebeurt. En dan heb je ook nog eens dat blauwe licht. Dus je ligt 's avonds in je bed en op het blauwe licht slaap je slechter. Volgende dag voel je ook slechter. Als je slechter voelt, dan grijp je eerder naar verslavende middelen. Ja. 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 Nou, het is een positieve avond, dames en heren. U heeft wat opgegeven met dit mooie weer om dit allemaal mee te krijgen. Maar wat, jongen,
We weten het allemaal en we blijven het doen. He, wat, Johan, wat heeft het... Wat vind jij nou... Als je nou het publiek één advies mag geven... en dat mag niet zijn, gooi dat ding weg of zet hem een maand uit. Want die hebben we al gehad. Wat kunnen we nou doen tegen die altijd aanwezige mobiele telefoon? Want ik begrijp dat het verder gaat dan social media. Ik herken dat ook bij mezelf. He, de voetbaluitslagen, het weer. Wordt het morgen weer mooi weer? Nou, he, wat is nou, wat kunnen we nou... Wat zou jij het publiek mee willen geven? Ja, voor mij is het heel belangrijk, bedenk voor jezelf echt hoe je ermee om wilt gaan. Wat is je ideale situatie? En ga dan kijken welke stapjes je meteen al kunt nemen om daar te komen. Want als je als je denkt van ja, ik zie het wel, dan neemt het systeem je heel snel mee. Met Facebook, met al die psychologie, en al die apps hebben tegenwoordig dat. Bedenk voor jezelf hoe zou je ermee om willen gaan. En neem daar kleine stapjes in. Dat kan zijn... Social media, doe je het veel? Oké. Okay. Of vind je dat je het veel doet? Je wilt dat wat minder doen? Nou, bedenk dan niet meteen, ik ga de hele week of ik ga Facebook eraf gooien, want dan leer je niet hoe je ermee om kunt gaan. Maar leer dan, begin dan met, tijdens eten doe ik even geen social media of geen telefoon. Allemaal van die kleine stapjes, dan kun je het langzaam afbouwen. Want het is ook langzaam in je slaapkamer, in je huis, langzaam in je leven erin gegroeid. Dus, of er moet iets rigoureus gebeuren, echt een schokkend event, anders zul je, denk ik, met kleine stapjes het weer af moeten bouwen. Ja. Ja, ben je het daarmee eens, Bjorn? Dat voor de... Nou ja, niet zoals het meisje bij hè, het fragment dat jij liet zien bij Dr. Phil. Maar dat hè, voor reguliere gebruikers... rustig afbouwen de beste methode zou zijn? Ik zou... En al is dat maar een week... Maar ik zou het wel even proberen om echt een week even helemaal zonder... Want ja, afbouwen... We zijn terug bij een week, dat is dan wel weer. Ja, nou ja. Twee maanden viel niet zo goed. Dus, maar het doet in ieder geval een week. Want ja, dat weet je misschien ook wel met roken. Afbouwen met roken, dat wordt ook heel lastig. Dus ik zou dan toch zeggen van doe het in ieder geval een week of zo. Ja, ik zou er wel, als je het doet, want ik vind het wel een hele goeie. Dat adviseer ik ook mensen om stop dan eens een week. Maar houd dan een logboekje bij. Wat kost het je? Wat levert het je op? Zodat je ook echt kunt zien, wat zijn de voordelen dan en wat zijn de nadelen? Want misschien zijn er irrationele nadelen en hele rationele voordelen. Ja. Dan maakt het je ook weer makkelijker om die stap te zetten. Dus, ja. Ja, en om het terug te lezen wanneer je weer bent teruggevallen. Mm-hmm. Hele goeie. Ja. Ja. Richard, jij zit in die. Weet veel van data. Je werkt met data. Het is dat wat je fascineert. Al die dingen die wij online doen, dat zijn data. En die worden ergens opgeslagen, die worden gebruikt, eventueel doorverkocht. Zie jij daar nog een extra. Wat zie jij daar als grootste risico of grootste kans? Als maatschappij, dat wij al die data aan het verzamelen zijn en beschikbaar aan het maken zijn? Nou ja, de schaal is heel interessant natuurlijk. Dus het feit dat we dat ding, we gaan niet meer achter een computer zitten, maar je hebt hem altijd bij je. Dat is denk ik het grote verschil tussen iets wat nog manageable was 15 jaar geleden en het feit dat het nu altijd dat is. Maar daarmee word je ook met z'n allen eigenlijk één groot netwerk. En je had het net over hoe die platforms daar gebruik van maken. Mm-hmm. En het interessante is, wat je vaak ziet, is dat die sites die ontwerpen zichzelf. Doordat je, er wordt vaak gewerkt met A-B-testing, noemen ze dat. En dan geven ze de ene groep, die laten ze een kleine aanpassing zien, en de andere groep een andere aanpassing. En dan de groep die daar het meeste tijd spendeert, zo gaat de site er dan uitzien. En als je dat 100.000 keer doet, dan hoef je eigenlijk niks te ontwerpen, maar dan verandert die site zich langzaamaan naar het gebruik. Die vorm en die functie die ervoor zorgt dat mensen daar het meeste tijd op doorbrengen. En als je het hebt over een gevaar, dan is dat denk ik... dat zegt niks over de kwaliteit of het doel of het nut of de noodzaak van zo'n site. Ik heb wel eens gehoord dat iemand het vergelijkt met een auto-ongeluk. Als dat gebeurt, dan gaat iedereen kijken. En dus dat is heel goed voor, zeg maar, voor je publiek. Ja. Maar de manier waarop die sites vaak werken is dat ze aan de lopende band een soort auto-ongelukken genereren. Met als doel dat iedereen kijkt. En ik denk, zeg maar, die optimalisatie zonder
doel of zonder nut, mm-hmm, of zonder een soort van gemeenschappelijk ideaal of zo. Ja. Dat is een soort optimalisatie in een richting waarvan niemand weet waar het toe leidt. En dat is denk ik, dat is ook een beetje waar jij het over had met Elon Musk. Die waarschuwt volgens mij ook voor dat type. Kijk, AI is op zich niks mis mee. Dat is gewoon een hele geavanceerde statistiek. Maar op het moment dat je het toepast zonder dat je weet... Zonder dat er een politieke waar het toe ideologie leidt, ja, of in ieder geval zonder dat je er een gesprek over hebt. Dat is denk ik ook waar met die app waar het voor mij over gaat. Is dat je iets wat heel erg technologisch lijkt en een soort discussie voor ingenieurs, mm-hmm, dat je dat toch wat meer naar een soort publieksgesprek toe brengt. Ja. Omdat ik denk dat dat wel iets is waar we met z'n allen uiteindelijk iets over moeten gaan vinden. En het is niet alleen maar een dienst of zo, of een leuke site. Ik bedoel, dat stadium zijn we volgens mij voorbij. Brechtje, waar dient voor jou die app dan toe? De app die ik gemaakt heb? Ja. Nou ja, daar hebben we het volgens mij wel best uitgebreid over gehad. Ik vond het gewoon heel belangrijk om een keer te kunnen zien wat je normaal niet kan zien. Dus ik was heel blij dat Richard dat zichtbaar kon maken. Maar wat ik eigenlijk het interessantste aspect eraan vind op langere termijn, nu met wat meer afstand, dat eigenlijk... met al die data en technologie ook, daarmee komt een soort visie op de wereld dat de data de dingen zijn. Dus dat wij geven data af. En jij zei net ook al, ja, Facebook weet beter wie je bent dan je psychiater. Hè? Dus dat geeft eigenlijk aan een wereldbeeld waarin je ervan uitgaat dat die data daadwerkelijk een soort volledige weerslag geven van, nou ja, niet alleen wie wij zijn, maar ook van alle andere dingen eigenlijk. Dus de dingen die daar buiten vallen, die niet kwantificeerbaar zijn, die niet in data uitgedrukt worden, die geen data genereren, die raken een beetje weg, die raken een beetje uit beeld. En misschien om het concreet te maken, wat een tijdje geleden een discussie over journalistiek. Daar is natuurlijk ook de tendens van, moeten we niet in de journalistiek, datajournalistiek, moeten we veel meer van die data gebruik maken, moeten we interpreteren, moeten we verhalen overschrijven. Er komen allemaal trending topics vanzelf naar boven uit het internet. Daar moet de journalistiek zich toe verhouden, daar moet je over schrijven. Maar toen zei iemand, dat had me heel erg geraakt, die zei van, ja, maar de toestand in verzorgingstehuizen, en dat was in Amerika, er zijn hele slechte verzorgingstehuizen. Daar zitten mensen die hebben geen telefoons, die genereren geen data. Er komt niet iemand langs met een werkend telefoon. Wordt daar dan nog over geschreven? Ja. He, dus dat vind ik ook een heel interessant iets van dat waar je ook gewoon bij stil moet staan. Want het is niet zo dat data alles in data uitgedrukt kan. Maar heel veel dingen hebben niks met data te maken. En die zijn ook belangrijk. Ja. Dus dat is wel iets wat ik ook met die app... Dan zie je dat ook, ook gewoon in die wereldkaart. Van het grootste deel van de wereld heeft geen data. Maar het is wel nog steeds deel van de wereld. En die moeten we dus niet buiten beschouwing laten. Ja. Gelukkig hebben we in Nederland GGD. Die had die kwetsbare ouderen wel in de gaten. Gelukkig. Dat laten we niet zomaar in de steek. Nee, ook als ze geen data genereren. Nou, zij zijn ook wel degene die heel vaak onze monitorvragenlijst invullen. Want zij hebben er nog tijd voor. Dus wij krijgen er nog wel wat data uit. Maar want die vragenlijsten die worden op papier aangeleverd. De GGD wil ook natuurlijk in de gaten houden wat er leeft in de samenleving. Dus wij sturen vragenlijsten rond. En maar al zouden zij die niet invullen, dan houden ze nog een vinger aan de pols natuurlijk. Hartstikke goed. Dank jullie wel. Dames en heren, het was een bijzondere avond volgens mij. Jacqueline zei in haar boek en in haar tentoonstelling dat white spots ruimte geven voor inspiratie. En ik denk dat we met al deze verhalen over internet, over connectiviteit, over straling, over white spots... hopelijk ook een beetje uw inspiratie hebben kunnen geven. Ik wil het Fotomuseum Rotterdam danken. Nicolette, ook voor de productie. Al onze gasten en u als publiek dat u er was. Maak er een inspirerend weekend van. En hopelijk tot de volgende keer. Ik dank u wel.